Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 10 mei van Weerplaza. Wolkenvelden bepalen het weerbeeld. Vanochtend in ons land de zon breekt nu en dan ook door. Vooral in het zuiden valt een enkele bui. In Limburg is dat het geval. En er staat maar weinig wind vanuit het westen. En aan het einde van de ochtend is het een graad of 10. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen het zuiden blijft gevoelig voor een enkele bui. Vooral in Brabant en Limburg kan er dan een vallen. De temperatuur loopt uiteen van 12 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Vanavond wordt een mooie avond. Op de meeste plaatsen blijft het droog en zijn er brede opklaringen bij 8 tot 12 graden en weinig wind. Morgen zijn er nogal wat verschillen in het land. In het noorden is het droog en schijnt de zon af en toe bij een maximum van 12 graden. In het midden en zuiden is er meer bewolking en kan het regenen bij 13 tot 14 graden. Vanaf zondag breekt in het hele land een droogperiode aan. Zondag ligt de temperatuur tussen de 11 en de 14 graden bij een noordelijke wind. In de loop van de week gaat de temperatuur omhoog naar 15 graden. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.